Welkom. Nou, jullie hebben het gezien, hè? De Live Upgrader Theater Tour Sneak Preview Tryout of iets dergelijks. Dus jullie wisten gelijk van ja, nou, ik weet precies wat ik daar ga leren, wat ik daar ga doen enzovoort, toch? Heeft iemand enig idee wat ik ga doen? Wie heeft er enig idee wat ik ga doen? Ja, wat ga ik doen? Oh, leuk. Andere liedjes zingen. Liedjes zingen, oké. Okay. Je gaat ons helpen om een beter leven te leiden. Om een beter leven te leiden. Ja, ik ben live upgrader. Maar het is een heel ander verhaal. Nou, het verhaal is eigenlijk als volgt. Ik ben iemand die nogal is van de dromen uit laten komen. En ik was bij iemand die ik ken van 25. Dat maakt het extra irritant. Ik ben 41, even voor de goede orde. En die had een hele presentatie waarin hij zei, ik heb de Thuis Theatertour, kom je ook? En nou, hij riep iets op Facebook en er zat ineens 30, 35 man. En hij zei ook vooraf, ik wil iets met jullie delen. En hij heeft de hele avond gedaan wat hij leuk vond. En aan het einde zei hij, oh ja, mijn ouders weten het ook nog niet. Maar zet maar vast in je agenda. 23 februari 2017 heb ik... 2017 heb ik Carré afgehuurd. Ik dacht echt, wat? Nou, daar moet je dus heel wat voor doen om dat voor elkaar te krijgen. Dan moet je kapitaal meebrengen of heel veel beroemdheid. Dat laatste had hij niet, dus nou ja, en geld ook niet. En dat heeft hij dus voor elkaar. En toen dacht ik, hè? Wacht even, was ik niet ook 25 toen ik die droom had? En wat ben ik aan het doen om daar te komen? Niet heel veel. Toen ben ik serieus naar huis gegaan. En toen dacht ik, ja, maar ik heb wel eens een keer eerder een theater afgehuurd. Eens kijken of ik nog iets kan vinden. Toen ben ik een beetje gaan googlen. En toen vond ik een theatertje in Delft. En dacht ik, oh, dat is wel leuk. En toen heb ik een paar knoppen gedrukt, want die kon je online boeken. Ik heb een theater geboekt voor 100 personen. Ik denk, ja, dan zet ik wel een stap. En toen dacht ik, ja, weet je, want met een leeg theater kom je niet ver, toch? Dus, nou, wat doe je dan? Facebook. Ik heb een theater gehuurd. En toen kreeg ze allemaal berichten. Oh, leuk, Nathan, waar zijn de kaarten? Waar zijn de kaarten? Waar kan ik kaarten kopen? En zeg ik, ja, kaarten, oké, dat moet ik regelen. Programma. Misschien ook iets. Nou, uiteindelijk, dit heb ik eind juli, begin augustus gedaan. Dus dat is vrij recent. En aanstaande zaterdag is het zover. Dan komt er ongeveer 70, 80, 90 man. Ik heb geen idee. Maar ik heb dus iets in elkaar gezet. En daar ga ik een stukje van doen. En dit zit er ook gewoon allemaal in, zeg maar. Dus... Nou, zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie nog wakker? Wil je hier nog zitten? Maar je kan ten alle tijden weg, hè? Je kan ten alle tijden weg. Dat spreken we gewoon af met elkaar. Oké. Okay. Wat ik gedaan heb, is hoe bijen, zeg maar, honing verzamelen. Hebben jullie enig idee hoe dat werkt? Ik heb twee keer een ja. Wie weet er hoe bijen zorgen dat ze met z'n allen... Nee? Oké. Okay. Nou, wat bijen doen... is dat ze zeg maar naar bloemen gaan en ze zeggen, oh, een bloem. Ah, er staan er nog twee. Oké, nou dan moeten we, ik kan niet in mijn eentje, maar ik ga even bijen halen. En wat ze dat doen is, er zijn niet heel veel bloemetjes, maar kom je helpen? Doen ze een dansje, dat is echt zo. En dan komen er dus een paar bijtjes naar die bloemetjes. Nou, als er nou, stel je voor, echt zo'n heel veld met bloemen is, met allemaal lekkere honing, dan doen ze dus een ander dansje, veel drukker. En dan komen er dus meer bijen op af. Nou, dat is een beetje wat ik gedaan heb. Maar het moet wel van binnen uitkomen. Want ik heb gezegd, oh, maar het is echt wel heel leuk. Dus ik heb gedanst. Nou ja, dat eigenlijk. Hoe gaat het tot zover? Okay. Ja, als je nou aan iemand vraagt, hoe gaat het met jou? Wat zeg je dan? Prima. Wat zeg je dan? Heb je een uurtje? Wat zeg je dan? Ja, wil je het sociaal wenselijke antwoord? Ja, zeg maar. Wat zeg je? Hey, hoe... Oh, oké. Okay, dat is het antwoord. Oké. Okay. Wil je een eerlijk antwoord of een aardig antwoord? Als je vrouw... Hé, hey, hoe gaat het? Goed. Hoe gaat het? Ja, oké. Okay. Nou, ik hoor hem heel weinig, maar ik heb de indruk dat mensen heel vaak zeggen het gaat goed. Toch? Wie zegt ja, het gaat goed? Weet je, of het nou helemaal kak gaat thuis, helemaal... Ja, het gaat goed. Nou, ik heb daar een ander woord voor. En dat ben ik een beetje aan het uitproberen. En dat is zeg maar om te antwoorden. Dus probeer eens, vraag eens. Gaat het met je? Ongelooflijk. Ongelooflijk.
Dat kan je met alles doen. Hoe is het op je werk? Ja. Hoe is het thuis? Is het, ja, nou ja, precies. Hoe is het met je partner? Ongelooflijk. Hoe is het met je seks? Nou ja, goed leven. Ongelooflijk. Dat kan je dus overal op uitproberen. Nou ja, dat eigenlijk. Hebben jullie elkaar eigenlijk een beetje ontmoet vandaag? Dat vergeet ik. Want jullie kennen mij wel. Niet allemaal. Niet allemaal, hè? Nee. Hebben jullie enig idee? Oh god, muziek vergeten. Ja, ik heb wel een gitaar, maar... Ongelooflijk, ik ben de muziek vergeten. Nou, dat kan wel eventjes. Wat ik even zou willen vragen is of jullie eventjes willen gaan staan. En even in tweetallen, en drietallen mag ook, maar eventjes met z'n twee aan twee. Dat je elkaar even de hand schudt en even alleen even je naam zegt. Maar, wacht even. Dus even wil ik jullie uitnodigen om even te gaan staan. Even twee aan twee met z'n drieën als het niet lukt. En dan wil ik even een paar vormen proberen van ontmoeten. Lukt dat? Oh, ja. En de eerste is, geef elkaar echt een hele slappe hand. Zo'n en dan zeg je, hoi, ik ben die. En wel even je naam zeggen. Hoe is dat? Dat is niet. Wie vindt dit fijn? Niemand, hè? Het is ongelooflijk. Hoe is dit? Ongelooflijk. Okay. Nou, we gaan nu eventjes zeg maar een wat steviger hand. Doe ook even naam. Hoi, ik ben die. En wat stevig. Wie vond dit fijner? Wie vond dit fijner? Ja, hè? Ja. Oké, let op, hè. Geef elkaar nu even een hand, alsof je een verloren broer of zus weer na 10 jaar terugziet. Ah! Juist. Heerlijk. Heerlijk. Ja, hè. Ik weet niet, ik heb vandaag al de hele dag. Nou ja, dat is het dus. Jullie mogen weer gaan zitten van mij. Het schijnt dat als je 16 knuffels per dag krijgt, of nee, sorry, 12 knuffels per dag, dat je dan beter voelt. En dit was ook even die knuffel erin. 12 knuffels, ja. Ja, dat is ook best veel, maar dan voel je sowieso top. Dus als je 12 knuffels op een dag regelt, helemaal top. Voel je helemaal... En het maakt dus niet uit of je die persoon kent of niet. Een knuffel komt altijd aan. Dus dat is zo leuk. Ook als je die opdracht gegeven hebt, moet je wel eens contact? Nee, hij komt echt altijd aan. Dat is lekker, hè? Dat is lekker, toch? Dat is lekker om te weten. Okay. Nou. Ik ben Live Upgrader. En wat ik doe is mensen echt upgraden. Dus ik installeer eigenlijk nieuwe software. Dat vind ik heel leuk om te doen. Ik doe sowieso een heleboel leuke dingen. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo geweest, want je kan niet altijd alleen maar leuke dingen hebben gedaan. En, ik vergeet iets. Waar het eigenlijk om gaat, is de code van Live. En ik heb een soort van ultieme formule ontdekt. De Live-formule. Ja. Gewoon een kleinigheidje nog op de avond. Nou, in 2004 is voor mij echt een jaar, wat niemand van jullie weet, en dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat is het jaar voor mij waar alles misging wat er maar mis kan gaan. Ik had zeg maar om mijn 20ste had ik een droom van, nou, als ik nou 30 ben, dan wil ik een ton per jaar in guldens. En dan wil ik mooie kleding en een vent die mooi is en een mooi huis en een mooie auto. Dus dacht ik, dus, nou, zo om mijn 32e had ik alles dus echt perfect voor elkaar. Ik had ook echte vrienden. Nou, helemaal voor elkaar. Dus ik wist ook niet zo goed wat er nou eigenlijk misging. Want ik had immers gewoon gedaan zoals het hoort. En ja, ik merkte ook dat niet iedereen aardig tegen me deed of zo. En dat lag natuurlijk allemaal aan die andere mensen. Natuurlijk nooit aan mij, dat snap je ook. Nou ja, afijn. Toen ik 32 was, toen stortte dat eigenlijk wel behoorlijk in. Ik werd depressief.
Maar dan ook niet een beetje, want als ik iets doe, doe ik het wel goed. Dus ik werd zo depressief dat alles, eigenlijk wat ik had opgebouwd, als een soort zand onder me vandaan ging. En dat betekende dat het slecht ging om mijn werk, alles wat ik daar had opgebouwd. Collega's kreeg ik ruzie mee, vrienden kreeg ik ruzie mee. Ik kreeg een hernia, weer, die had ik al eerder gehad. Ik had een slijtage in mijn heup, waardoor ik van de pijn niet meer kon slapen. En uiteindelijk ging mijn vriend er op een bijzondere wijze, door alleen maar te zeggen, hey, ik ben je zat, ging hij er vandoor met mijn toenmalig beste vriendin. En toen is er echt iets geknapt in mij. En toen werd ik in één keer zo depressief dat ik gewoon niets meer kon. Ik kon niet meer eten van verdriet. Alles, ik had gewoon voor mijn gevoel helemaal niks meer. En alles stortte in. En ik weet nog dat ik in die tijd, volgens mij in 5,5 week, ben ik zo'n 16 kilo afgevallen. Omdat ik per dag probeerde ik echt te eten. Maar 2-jarige die at me er echt uit. Maar ik at ongeveer een banaan per dag. Half kokkend, want meer kon ik niet wegwerken. En dat was zo bizar, dat je op een gegeven moment gewoon niet meer weet van wat moet ik nou doen, waar moet ik nou heen? En het was zo donker en ik zat echt bijna letterlijk zo op de bank dat ik dacht van wat is er gebeurd? En je kan wel zeggen manisch depressief. En toen was er een vriend van mij in die tijd en dat was meer het type manisch positief. En die vriend van mij die zei, Wout, we gaan wat zuipen. En ik dacht echt, even serieus. Ik zit hier toch ontiegelijk depressief te zijn. Doe even normaal, man. Een beetje meehangen kan geen kwaad. Ik bedoel, ik was zo afgevallen dat echt, mijn kont ging ongeveer over in mijn rug. Ik had eigenlijk 2 ruggen, had ik over. En ik vond het niet heel erg, want ik wist wel dat ik daarvoor ontzettend dik was. Want dit is wel oké, toch? Dit gewicht is wel zo goed. Want ik was toen best wel, wat woog ik? Was echt, ik had echt geen zelfvertrouwen ook. Ik denk dat ik vergeleken bij nu toch zeker wel 4 kilo zwaarder was. Dus het was behoorlijk om dat allemaal mee te sjouwen. Dus die onzekerheid, die 4 hele kilo's. Om even het punt te maken. Ik voelde me echt zo en onzeker en dat was een beetje het verhaal, maar veel met dit verschilde het niet. Maar toen kwam die manisch positieve vriend en die zei, Pauts, we gaan wat drinken. En ik weet nog dat ik dacht, wat drinken? Ik ben hartstikke depressief, man. Ik ben echt, en ik ging er echt half bochel, zo, het leven is, dit is zo'n liedje van Hans Steven, ken je die? Het leven is kut, het leven is kut, het is allemaal, en dat was het ook. En ik weet nog dat ik daar naar die gozer ging en ik zat op het terras. En hij zat gewoon lalala, een beetje tegen me aan te kletsen. En hij negeerde het gewoon compleet. En op een gegeven moment, want als je daarin zit, wil je toch een beetje aandacht. Hè? Dat doet depressiviteit ook, motje. En op een gegeven moment merkte ik dat ik niet meer zo depressief was. En dat is gek, hè? Als je echt helemaal zwart, als alles zwart is. En op een gegeven moment had hij zoiets van, laat ik er een klein puntje van aandacht aangeven. En toen sprak hij de legendarische woorden voor mij. Bouts, maak het nou uit. Ieder dal is het begin van een berg. En ik keek hem echt aan. Ik dacht, je hebt gewoon echt gelijk. En ik was gewoon op dat moment niet meer depressief. En toen dacht ik, maar er zijn dus gewoon trucken voor om niet meer depressief te zijn. Hoe cool is dat? Want ik was er in één keer uit. Dus wat ik toen ben gaan doen is de bucketlist gaan ontdekken. Kennen jullie de bucketlist? Things to do before you die. Want ik merkte, ik was alleen maar bezig geweest met heel die buitenwereld, man. Wat een gedoe. Wie doet dat? Wie doet dat wel eens? Beetje met de buitenwereld. Ik doe het eigenlijk alleen omdat, wie heeft dat wel eens gedaan? Ja, dat heeft iedereen. Dat is het wat, hè? Dat je gewoon alleen maar dingen doet voor de buitenwereld. Daar ben ik dus mee gestopt. Niet helemaal gelijk, maar wel voor een heel groot deel. Dat ik dacht, daar heb ik helemaal geen zin meer in. En toen bedacht ik, maar ik wil altijd gitaar spelen. Wie heeft er wel een instrument waarvoor je zegt, ik wil op een gegeven moment wil ik gewoon dat instrument gaan leren spelen. Gitaar of piano of iets anders? Iemand? Ja, hè? En hoe lang ligt dat al?
Ja, hè? Nou, dat had ik dus ook. Want deze gitaar, as we speak, die heb ik gekocht toen ik volgens mij 26 was. En in 2010 was ik 38, weet ik veel. 26, dus die heb ik 12 jaar, heeft zo, aan een haakje zo, aan de muur. Ken je dat? Nee, ik speel niet, maar dat komt wel. Nou ja. En toen heb ik in 2010, heb ik mijn één ding van mijn bucketlist heb ik in vervulling laten gaan. Het heeft even wat jaren gekost. Maar wat ik ontdekt heb, is dat je met internet alles kan. Dus als je eenmaal iets wil, dan kan alles. Dus ook gitaar leren spelen. Wie heeft er wel eens, nou ja, wie wilde gitaar leren? Is er iemand hier die gitaar wil leren spelen, die dat nu helemaal niet kan? Ja? Justingitaar.com. Dat is een gozer, die heeft honderden filmpjes heeft hij erop gezet. En dan ga jij leren gitaar spelen. En ik heb in 2010 heb ik een liedje geschreven. Justingitaar.com. In 2010 heb ik een liedje geschreven toen ik dronken was, midden in de nacht. Wat ik uiteindelijk heb gezongen op het Leids Cabaret Festival. En dat wil ik graag aan jullie voordragen. Omdat het kan. Zo simpel is het. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Het is een liedje, dus dat gaat over, dat wist ik eigenlijk achteraf pas, eigenlijk over die tijd. Maar ik heb hem wel in hilariteit geschreven. Maar er zit dus een beetje een pijnlijk ondertoontje in. Komt, ja. Sorry. Oh, even voor de goede orde. Ik kan 5 akkoorden. En met 5 akkoorden kan je heel veel liedjes spelen. Dus dat moet je gewoon 5 akkoorden en dan kan je... Ik ben zo vreselijk eenzaam en niemand houdt van mij. Ik breng de dag alleen door en ben vaak niet zo blij. Ik ben zo vreselijk eenzaam en bouw van hoe het gaat. Zelfs op mijn eigen feestje is er niemand die met mij praat. Ik ben ook niet zo leuk en ik stink nog bovendien. Geen baan, dus ook geen centen om mezelf te herzien. Geen man die mij wil helpen met een lekke band of zo. Als ik heel hard om hulp roep, hoor ik niks in stereo. En als er dan een vent is die met mij uit eten wil, dan nies ik alles onder, valt het gesprek ineens weer stil. Wil dan heel snel naar huis terug, maar dat komt er dan niet van. Omdat ik naast mijn jas ook mijn fiets niet vinden kan. Ik ben zo vreselijk eenzaam en niemand houdt van mij. Ik breng de dag alleen door en ben vaak niet zo blij. Ik ben zo vreselijk eenzaam, eenzaam en alleen. Ik weet niet wat ik doen moet, ik kan ook nergens heen. Geen mooie grote borsten en mijn rug zit vol met schurft. Dat komt niet door het zwemmen, want dat heb ik nooit gedurfd. Zelfs een mug wil mij niet prikken, maar een wesp doet dat geheid. Om nog maar te zwijgen van elke mail die op mij scheidt. Van hele simpele dingen ga ik aan de diarree. Geef mij een vette pizza en ik spuit een dag of 2. Mijn rug is ook al slecht, waardoor ik zelden sporten kan. Dan krijg je een slappe reet, dus nog een minpunt voor een man. Ik ben zo vreselijk eenzaam en niemand houdt van mij. Ik breng de dag alleen door en ben vaak niet zo blij. Ik ben zo vreselijk eenzaam en snak echt naar een man. Dat moet er wel een zijn die heel veel shit verdragen kan. Mijn ontwaken gaat gepaard met een graflucht uit mijn strot. In combinatie met mijn lijf geruik ik naar een lijk dat rot. 3 moedervlekken op mijn rug, gevuld met trosjes haar. Elke man die ik gehad heb, was daar na 1 nacht al mee klaar. Had ik maar iets, maar nee, ik heb echt niets, helemaal niets. Nu 41 jaar, dus wat je noemt een oude fiets. Hoe zat het ook alweer met die oude fiets en die jonge man? Even kijken hoor. Oh ja. Is er iemand in de zaal die ik misschien iets leren kan? Iemand zo onder de 25? Nee.
Onder de 60? Niemand? Niemand? Niemand die... ik heb nog wel een groeiproces te gaan, merk ik. Nou. Dus blijf ik vreselijk eenzaam, nog steeds niks leuks aan mij. Maar ik had wel echt dit liedje, maar niet veel wat ik al zei. Nou ja, dat is... Oké. Dank. Hij trekt nog een beetje, ik moet hier nog aan werken. Het is try-out, hè? Het is try-out, permanent beter. Oké. Oh ja. Ken je dat, dat je wel eens een vastloper hebt? Dat je denkt, ja, Wat vonden jullie zover, tot zover? Het is te spannend, hè? Ik ben ook veel beter met een grote zaal en theater en moeilijk. En dat is wat, daarom heb ik dit ook gedaan, trouwens. Er was iemand die zei, dat moet je gewoon vertellen. Wat hier, zeg maar, sowieso fout aan is... Ik zal even de kruk trekken. Ja, wat hier sowieso fout aan is... ik zit niet in het theater, dus daarmee ga je al fout. Jullie hebben allemaal mooie dingen, fijne dingen geleerd vandaag. En dit is helemaal niet de plek om dat te doen, dus daar gaat het al fout. Wat was er eigenlijk nog meer fout aan om het hier te doen? Want ik zit nu juist in de verwachting, dus ik denk, ik heb allemaal dingen geleerd. Ik ga nu even achterover zitten en gewoon iets... Ja, dat bedoel ik, weet je, daarom. Dus dit is gewoon helemaal leuk. Juist een goed ding? Ja, nee, ik vind het ook heel goed. Ik vind het ook heel leuk dat jullie er zijn. Ik vind het ook heel leuk om dit te doen. Oké. Ik ga er even een paar... Oh, leuk! Oh, wacht even. Ja, waar het om gaat, is natuurlijk ook de formule. Lach meer. Daar gaat het om. Meer lachen. En wat ik geleerd heb ook, is later... Ik ben verantwoordelijk. Je hebt namelijk zelf alle keuzes. Dat is zo leuk daaraan. Nou ja, dat eigenlijk. Zullen we gewoon doorgaan? Ja. Zullen we gewoon kijken wat we nog meer tegenkomen met elkaar? Ja. Nou, hartstikke leuk. Ik heb nog... ik volg heel veel... Hij zei het al uit. Wat? De F en de E. Ja, die komen nog. Anders gaan jullie eerder weg. Ja, hé. Hey. Zo is dat. Goed. Niet helemaal... Ja, nu heb ik nu een lijntje. Dit zijn het leukst. Kom nog. Ik ben verantwoordelijk. Ja, ik kan niet de hele show erin doen, want er wordt een beetje gedoe allemaal. Oh ja, dat is natuurlijk ook. Ik kan nooit in 3 kwartier een show van 5 kwartier doen. Oh, dat gaat ook helemaal niet lukken. Wisten jullie dat je met 16 seconden glimlachen je oprecht beter voelt? Ja. Nou, dat gaan we sowieso even doen, want dat is gewoon even fijn. Dus daar gaan we, hè? Of je het nou meent of niet... Werkt, hè? Nou, die nemen we mee. Oké. Ik wil jullie ook weer eventjes uitnodigen om te gaan staan. Let op. Je mag nog steeds. Ik ben weer geboren. Kan ik ook niet helpen. Toch? Doei. Let op, hè? Er zijn allerlei trucjes om te zorgen dat je, wanneer je even niet zo lekker voelt, dat je gewoon weer blij wordt. Zeg even een zin tegen jezelf, dus niet hardop, maar wat gewoon niet zo leuk is. Van, ik vind dat echt iets wat je heel stom vindt nu in je leven. Iets, even tegen jezelf van, ik vind het nu, weet ik veel. Ik vind het stom dat ik nu een beetje buikpijn heb of zo, weet ik veel. Of iets tegen jezelf wat echt stom is. Even tegen jezelf. Doe je schat. En zeg het nu tegen jezelf met de meest sexy stem die je hebt. Doe het echt. Nee, nog veel sexier. Echt de aller sexyste stem. Hoe is het nu? Dat is anders, hè? Ik zie mensen, want je zegt nog steeds iets naars tegen jezelf, maar je glimlacht wel, hè? Oké, nou, ga ik zien. Omdat het de eerste keer is dat ik sexy tegen mezelf ben. Ja, dat werkt heel goed.
dat werkt hartstikke goed. Dat moet je vaker doen. Ja. Dus als je rondloopt en denkt, oh, weet je dat je weer ontdekt dat je je kleine teen alleen maar hebt om meubels te vinden. Ja. Dat je dan denkt, oh, dit doet echt pijn. Dit doet echt zeer. Dan doet het niet meer zo zeer. En dat werkt met alles. Ja, dat hoop ik wel. Dat hoop ik wel. Dat hoop ik wel. Maar dat kan je dus met alles doen. En als je denkt, ja, ik wil helemaal niks zeggen. Ik wil gewoon een ander beeld op de wereld. Wat je dan moet doen, wat ik wel eens doe. Maar ja, dat moet je niet vertellen dat ik, nou ja, zeker bij jou doe ik dat. Nou ja, sorry. Als ik denk van, nou, echt alles is stom in de hele wereld. Dan ga ik mensen voor me zien. Naakt in een veel te kleine roze tutu. Moet je eens doen. Zo rollen. Ja. Oké. And that's your point. Ja. Dat is zo lekker om te doen. Ja, toch? Nou, ga lekker zitten, jongens. Oké. Ik kan me zo voorstellen dat jullie denken, nou ja, die is niet goed. Dat klopt ook. Wat ik ook heb meegemaakt in die 2004. Daar had ik ook uiteindelijk de meest bizarre dag van mijn leven en echt een omslagpunt van je welste. Ik had op een gegeven moment, en dat was natuurlijk helemaal niet zo leuk, maar ja, shit happens. Had ik het idee dat ik een soort van Alzheimer light had. Dat ik op een gegeven moment, had ik met iemand afgesproken. En nou, had ik de avond beleefd, blijkbaar. En die zei dan de volgende dag, hey, weet je nog dat we gisteren daar en daar. En toen dacht ik, ja, daar ben ik helemaal niet geweest. En die persoon die zei dat dan, weet je, als ik zeg van, ja, maar dat was echt leuk, hè? Ik denk van, ja, je gaat mij nu niet in de cyclus. Dit is gewoon waar. En ik, nou ja. En wat ik dus merkte, is dat het echt helemaal misging. En die hernia, die zat ook nog vast. En op een gegeven moment dacht ik, weet je, ieder dag is begin van een berg. Ik ga gewoon lekker klimmen, groeien. Ik ben wiskundige. Wie kan er een beetje rekenen? Nou, ik heb dus berekend dat als je in een dal zit, dat de kans dat het beter wordt, in mijn geval was dat toen 100% is, had ik berekend. Dat dacht ik zo, dat is relaxed. Want nu, dit kan, ja, het is niet leuk, maar kan het wel hebben. Dus hierna wordt alles beter. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga op pad. En als je dat dan gaat doen, dan wordt alles vanzelf beter. En ik weet nog dat ik dacht van, weet je, ik ga wel naar het strand, want daar is het leuk. Want zo voelde ik me nog. En toen sprak ik iemand en die zei, ja, maar jij hebt toch een hernia? En ik had ook veel pijn. Jij moet naar het timmervrouwtje. Ik zeg, sorry. Ja, het is orthomale wedentherapie, maar daar moet jij naartoe. En heb je wel eens dat iemand tegen je zegt en dat je denkt, ik weet niet waar je het over hebt, maar ik moet er naartoe. Iets leuks of iets niet leuks, maar toch. Hier bijvoorbeeld had ik, ja, ik weet niet wat dit is, maar ik moet er naartoe. Dat weet ik nu wel, maar nou, dat had ik dus ook. Dus ik ging naar dat timmervrouwtje. En ik was in die tijd heel preuts. Maar echt heel preuts. Ben ik natuurlijk nu nog. Maar toen was ik echt heel preuts. En dat vrouwtje, ze bestaat echt, dus gewoon waar gebeurt verhaal. Mevrouw Sikkens, misschien zegt iemand jullie iets. Die is heel bekend. Ze is overleden inmiddels. Maar ze is heel bekend. Dat is een vrouwtje. Die zit ergens zo achter het bureautje. In een panterpakje, 86 jaar. Ja, kom maar binnen, kleed je daar maar uit. Ja, 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 ik zie het dan. En ik echt zo, ja, kleed je daar maar uit. Ja, ik heb dan zo'n moment van, ja, kleed je daar maar uit. Ja, wat moet er dan uit? Weet je, ik denk, ja, dus, nou ja, dus ik kom daar in mijn slipje en mijn BH, uit. Oké, die BH ook uit. En toen stond ze dus op. En ze, nou, oké. Zo een beetje zo krom lopen, echt nou, langzamer dan ik natuurlijk nu loop. Ga maar zitten. En ik ging zitten zo in mijn stringetje, zo, een beetje zo, in mijn nakie. En wat zij dus deed, is echt waar, is dat ze, En ik zat daar dus van, ja, oké. Maar toen gebeurde er dit. Ja. Oei. En zo'n streep op mijn nek. Nou, weet je wat? En vervolgens zegt ze dus, ga maar liggen. Dus ik lag daar, serieus, op mijn buik. En zij komt
met een plastic hamer en beitel. Dus ze heeft gewoon letterlijk een plastic hamer en beitel in haar hand. Ja, ga daar maar liggen een moment. En ik lig daar dus in mijn laken.